Het is geen geheim dat oud D66 leider Alexander Pechtold lang niet zo braaf is als hij lijkt, maar hij is altijd relatief makkelijk weggekomen met de beschuldigingen na zijn adres, omdat het plaatsvond voordat het verzet tegen grensoverschrijdend gedrag een vlucht nam. Nu, jaren later, lijkt hij nog steeds niet over al die verwijten te willen praten. Alexander werd jaren geleden ineens geplaagd door een ex-minnares die met haar verhaal naar buiten kwam. Deze zal op een gegeven moment zelfs aan de talkshowtafel van Twan Nuis. Ze stelt dat ze abortus moest plegen van de oud-politicus, maar ook dat ze momenteel een kind heeft dat van Alexander zou zijn. Zelf ontkende hij dat. Hoe dan ook, dat is nog lang niet het enige, want de story nagelde hem twee jaar geleden flink aan de schandpaal door hem op de cover te zetten met een heftige kop. Perthold wordt beschuldigd van vrouwenlijsten en zelfs verkrachting, stond er groot. En in het blad, Perthold hield met twee partijgenoten een lijst van veroveringen bij. Die kwestie is nooit ontploft. Want Alexander had flink wat mazzel, het stuk verscheen op de middag voordat Johan Derksen onderwerp werd van een landelijke media rel. Er was dus geen aandacht voor. En daarmee is de zaak altijd in het luchtleden gebleven hangen. Tegenwoordig is er niet veel meer dan een verboden onderwerp. Johan Derksen begon er gisteravond kort over aan tafel bij Vandaag is Ait, omdat Alexander morgenavond te gast is in de helende Hendrik Show de Oranje Zondag. Alexander doet het ook niet altijd met condoom, hè? Helene wil er aanvankelijk op ingaan, maar besluit haar woorden in te slikken. Nee, dat heb ik begrepen, maar dat moeten we misschien even aan. Nee, ik zeg trouwens niks. Wilfred geneverbaast, wie doet het niet altijd met condoom? Helene, Alexander. Johan, Alexander Pechtold. Wilfred waarschuwt Helene om daar niet over te beginnen als ze Pechtold morgen nog aan haar talkshow -tafel wil. Ik denk dat als je dat aansnijdt. Helene, dan komt hij niet meer. Wilfred, dat komt hij niet, denk ik. Nee, dat gevoel heb ik ook. Helene, dus ik hou mijn mond.